Jezus volgen in de stilte. Dat is de titel van de lezing die je in deze podcast kunt beluisteren. Ik hield de lezing in het morgengedeelte van de ontmoetingsdag van het Steunpunt Bijbelstudie. Deze dag vond plaats op donderdag 20 april 2023 in de basiliek Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Zwolle. Mij was gevraagd om het te hebben over de navolging van Christus van Thomas Akempis. Het thema van de dag was Christus navolgen, hoe doe je dat? De dag was daarmee gewijd aan de moderne devotie als geestelijke vernieuwingsbeweging uit de 15e eeuw en de actuele betekenis daarvan. Ik wens je veel luisterplezier. Een van de redenen dat ik graag hier in Zwolle predikant werd van de Plantagekerk was ook wel de moderne devotie. Ik was al jarenlang geïnspireerd door het gedachtegoed van die Nederlandse spirituele vernieuwingsbeweging uit de 15e eeuw en met name ook door de figuur van Thomas Akempis. Nou, toen ik hier pas woonde, ontdekte ik dat de wapenspreuk van deze kerk waar wij nu zijn, dat die als volgt luidt. Even in het Latijn, regnum Dei intra vos est. Dat wil zeggen, het rijk van God is in uw binnenste. En niet daarbuiten dus, niet daarboven, hier binnen. En dan zijn we denk ik direct in het hart van de boodschap van Thomas Akempis. Regnum Dei intra vos est. Dat is de titel van een van de vier traktaten die gebundeld zijn in het boek dat wij nu kennen als de navolging van Christus. Dat is dus eigenlijk geen boek. Het is een verzameling boekjes, traktaten heten die ook wel. En die traktaten zijn op hun beurt weer een verzameling van talloze gezegden, citaten, gedachten, bijbelversen, aforismen en verlangens die Thomas Akempis gedurende vele jaren heeft geschreven en geordend totdat hij er tevreden over was. Het rijk van God is in je binnenste. Voordat we daadwerkelijk wat gaan lezen van Thomas Akempis, is het goed om te zeggen dat wij in een wereld leven waarin alles erop uit is om ons naar buiten toe te trekken. We leven in een wereld die gekenmerkt wordt door een overvloed van prikkels, een overprikkelde samenleving. Er is zoveel te zien, zoveel te horen, zoveel mee te maken, zoveel te zeggen en zoveel te vinden over van alles en nog wat. Meningen en ideeën buitelen over elkaar heen in een wereld die tot op het bot gepolariseerd is en waar we voortdurend in de zesde versnelling moeten staan, willen we nog een beetje mee kunnen komen en ons kunnen handhaven. Laat ik zeven woorden aanreiken die beginnen met een O en die onze samenleving kenmerken. Overprikkeld, oppervlakkig, ongeduldig, onrustig, ontregeld, overvol, overbelast. Dat was trouwens in de tijd van Thomas Akempis niet echt anders. Misschien dat het nu wel 10 keer zo erg is, maar in de basis is dit van alle tijden. En dat is misschien ook wel de reden waarom we, als we de navolging van Christus lezen, heel vaak het gevoel krijgen dat dit voor onze tijd is geschreven, voor onze samenleving en misschien ook wel voor de kerk van nu. Want geldt voor de kerk vandaag de dag ook niet heel vaak overprikkeld, oppervlakkig, ongeduldig, onrustig, ontregeld, overvol, overbelast.
Niet voor niets is er in de samenleving ook een heel andere bewegingsrichting aanwezig. Mensen zijn, als ze tegen de grenzen van die overprikkelde en oppervlakkige samenleving aanlopen, op zoek naar rust en regelmaat, naar stilte en ruimte en diepte. En omdat de kerk daarin vaak niet echt voorziet, vinden ze de weg naar yoga, zen, meditatie, mindfulness en ademoefeningen. Je zou het ook kunnen zeggen, heel veel mensen zoeken de weg van stress naar stilte. En op dit punt komt Thomas à Kempis ons te hulp. Misschien is het nog beter om te zeggen, Jezus zelf komt ons te hulp. Want als wij vandaag die vraag stellen, Christus navolgen, hoe doe je dat? Dan is onderdeel van een antwoord op die vraag minstens dit. Dat doe je door hem te gehoorzamen als hij zegt, kom naar mij en ik zal je rust geven. En ook, Christus navolgen, hoe doe je dat? Ook door, net als hij, die stilte te zoeken. De stilte van het alleen zijn. Alleen met God. Alleen met jezelf. Zodat je naar binnen kunt keren. En daar in je binnenste God ontmoet. Gods rijk daar open ziet gaan. Want het rijk van God is in ons binnenste. Niet daarbuiten. Niet daarboven. Maar hier binnen. Laten we daarom iets lezen van Thomas à Kempis. Zijn boek is veel geprezen, maar is het ook echt veel gelezen? Uit het tweede traktaat, dat begint met die woorden Regnum Dei intra vos est. Ik woonde hier in Spolde en als ik op de fiets naar de stad reed, dan zag ik altijd de peperbus en dan waren die woorden als een mantra in mij, Regnum Dei intra vos est. Het rijk van God is in uw binnenste. Ik lees de eerste 7 zinnen voor van dat hoofdstukje waarmee het tweede traktaat begint. Luister. En bedenk dat het de bedoeling van Thomas à Kempis was om de lezer rechtstreeks en persoonlijk aan te spreken. Luister. En voel dat de dingen hier die hier gezegd worden, dat die er echt toe doen. Waar je stil van wordt. Luister. Het rijk van God is in uw binnenste, zegt de Heer. Keer u met heel uw hart tot de Heer en laat deze armzalige wereld. Dan zal uw ziel rust vinden. Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen. Dan zult u het rijk van God in u zien komen. Want dat rijk van God is vrede en vreugde in de Heilige Geest. En het wordt niet gegeven aan de onvromen. Christus zal tot u komen en zijn vertroosting schenken, wanneer u hem in uw binnenste een waardige woning hebt bereid. Al zijn schoonheid en heerlijkheid is van binnen en daar vindt hij zijn welbehagen. Veelvuldig bezoekt hij de innerlijke mens en zoet zijn dan de gesprekken met hem, aangenaam zijn vertroosting, overvloedig zijn vrede, bovenmate wonderlijk zijn gemeenzaamheid.
boven dit eerste hoofdstuk uit dat tweede traktaat van de navolging van Christus, waar deze zinnen dus de eerste van zijn, staat als titel het inkerende leven. De taal is een beetje ouderwets. Mink heeft een hele mooie eigentijdse vertaling geschreven. Maar ik hou het zelf even bij een ietsjes ouderwetsere vertaling. Want dan moet je het nog een keer opnieuw lezen. Je moet verlangzamen. Je moet geduld oefenen. Wat staat er nou precies? Wat bedoelt Thomas nu eigenlijk? Het inkerende leven. Je kunt je de laatste keer dat je een preek hebt gehoord over het inkerende leven waarschijnlijk niet herinneren. En mocht dat wel zo zijn, dan hoor ik dat na afloop graag even van je. Inkeren. Het lijkt zelfs in de kerk wel eens vloeken in de kerk. Een kerk die naar binnen keert. Een christen die naar binnen keert. Hoezo? We moeten een community vormen. Een gemeenschap van mensen die elkaar ontmoeten. We komen tegenwoordig, zo lijkt het uit allerlei onderzoeken, vooral naar de kerkdienst om andere mensen te ontmoeten. Samen te zijn. En we moeten kerk zijn naar buiten toe. Missionair en relevant, actief aan de slag in de samenleving. En hier zit natuurlijk een enorm spanningsveld. Want ik wil beslist niet zeggen dat we niet naar buiten moeten. Dat we niet actief zouden moeten worden in de samenleving. En dat we geen community zouden moeten vormen. Zeker, er moet ook gepreekt en gepraat worden over het naar buiten kerende leven. Maar, en dat is precies wat we vandaag opnieuw moeten leren, dat naar buiten keren, er kan niet zonder het inkerende leven. Waarom moeten we inkeren? Waarom moeten we de weg naar binnen gaan? Omdat het antwoord op de vraag waar het Koninkrijk van God is, door Thomas à Kempis, luisterend naar Jezus, zo wordt beantwoord: dat Rijk van God is binnenin u. In de vertaling die we net hoorden stond binnen uw bereik. Er wordt ook wel vertaald onder u. Er staat een woordje wat al die vertalingen toelaat. Maar Thomas à Kempis kiest voor binnen in u. Hoeveel contact hebben wij nog met wat binnen in ons is? Zeker, we denken heel veel. Dat is ook iets wat van binnen gebeurt. We voelen en ervaren ook heel veel. En velen van ons hebben in de loop van hun leven de weg van het hoofd naar het hart afgelegd. Van denken naar ervaren. Maar Thomas wijst een weg die nog verder voert. Het gaat niet om denken. Het gaat ook niet om voelen en ervaren. Het gaat om een innerlijke ruimte, ergens achter of onder die gedachten en emoties, een innerlijke ruimte waar innerlijke stilte is. Je zou het ook ziel kunnen noemen. Maar er is in onze samenleving en ook in ons kerkelijk leven en in ons persoonlijke leven zoveel dat ons weghoudt bij onze ziel. Er is zoveel lawaai en zoveel ruis op de lijn dat we vervreemd zijn geraakt van die innerlijke ruimte, die innerlijke stilte, die we ook zouden kunnen noemen ons innerlijk heiligdom. Daar woont God in ons. We kunnen het ook onze binnenkamer noemen. En dan heb ik het niet over een plekje in huis waar we biddend bijbelstudie doen. Het heeft trouwens ook niet zoveel te maken met bijbelstudie. Het gaat niet over studeren, niet over denken. Het gaat zelfs niet over voelen of ervaren. Het gaat over zijn. Er zijn.
zijn in de stilte, zijn in Gods liefde. Het gaat om het hier en nu, waar we leren zeggen als antwoord op de naam waarmee God zich openbaart. Ik ben. Het rijk van God is in ons binnenste. Thomas à Kempis helpt ons om naar die plek toe te gaan. Je hoeft er niet ver voor te reizen. Je hoeft je alleen maar over te geven aan het hier en nu van dit moment om daar te zijn, puur te zijn. Niet naar buiten gekeerd om te zien wat er allemaal gebeurt, maar naar binnen gekeerd. Wat me in die voorgelezen zinnen van Thomas à Kempis zo treft, is dat accent op die innerlijkheid. Steeds maar weer die woorden, innerlijk, van binnen, binnenste, ziel. Thomas wijst de weg naar binnen en ik geloof dat wij die weg juist vandaag zo nodig hebben. Laten we proberen om even naar binnen te keren. Laten we proberen om 3 van de geciteerde zinnen nog een keer te horen en ze niet in ons hoofd te proeven, maar ergens van binnen, in onze innerlijke ruimte. Laat er stilte om de woorden heen zijn. Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen, dan zult u het rijk van God in u zien komen. Ik hoop dat je die uitnodiging om naar binnen te keren voelt als een uitnodiging dat je daarbinnen dat koninkrijk van God kunt proeven. Nog een zin. Dat rijk van God is vrede en vreugde in de Heilige Geest. En we voelen aan vrede en vreugde, dat is inderdaad iets wat van binnen zit. En als het altijd maar doorlawaait en doorgaat met activiteit, dan kunnen we niet bij die vrede en die vreugde van de Heilige Geest in ons binnenste. Nog een derde zin met wat stilte eromheen. Al zijn schoonheid en heerlijkheid is van binnen. En daar vindt hij, Christus, zijn welbehagen. Van Thomas à Kempis is ook dat bekende motto met een boekje in een hoekje. Ik kan me in elk geval vanuit mijn wat jongere jaren niet anders herinneren dan dat er wat schamper werd gedaan over die spreuk. Een beetje meewarig. Met een boekje in een hoekje. Hoe wereldvreemd kun je zijn?
Dat was een beetje de geur die daar omheen hing en misschien nog steeds wel een beetje omheen hangt, met een boekje in een hoekje. Maar in een tijd waarin we allemaal steeds meer moeite hebben met concentratie en aandacht en verstilling, vooral door het gebruik van onze smartphones en van sociale media, in die tijd is het misschien wel het verlossende woord dat gesproken moet worden. Ga eens zitten met een boekje in een hoekje, losgekoppeld van het beeldscherm, met gewoon een papieren boek in de hand, zo'n ding. En bij voorkeur dan met de navolging van Christus, van Thomas, uit de 15e eeuw. Dan weet je zeker dat je niet de waan van de dag volgt. Laat je inspireren. Laat je stilzetten. Laat er verstilling zijn. Neem de tijd om naar die innerlijke ruimte toe te gaan. Van je ziel. Waar het stil wordt. En dan is er de ruimte om die zinnen van eeuwen geleden, maar ze zijn heel actueel, om die zinnen tot je door te laten dringen en je er geestelijk door te laten vormen. Ik ga afronden met nog 4 citaten. Zo moet je een beetje ook omgaan met het boek van Thomas à Kempis. Niet van voor naar achter lezen, maar citaten eruit halen en ze proeven. En ik heb er nog een paar uitgekozen. Uit een hoofdstuk waar boven staat de liefde tot de eenzaamheid en het stilzwijgen. Want die wil Thomas ons leren. Liefde voor alleen zijn. Voor momenten waar al dat gepraat en gedenk stopt, zodat je kunt zwijgen. De liefde tot de eenzaamheid en het stilzwijgen. Eerste van de 4 citaten. Als je je onttrekt aan overbodig gepraat en onnut geloop, en ook aan het luisteren naar nieuwtjes en geruchten, dan zul je voldoende en passende tijd vinden om je aan heilzame overwegingen te wijden. Tweede citaat. Niemand treedt zonder gevaar tevoorschijn dan degene die zich graag schuilhoudt. Niemand spreekt zonder gevaar dan degene die graag zwijgt. Niemand lijdt met een korte ei zonder gevaar dan degene die zich graag laat leiden. Niemand beveelt zonder gevaar dan degene die goed heeft leren gehoorzamen. Het derde citaat. Ach, als iemand eens alle ijdele zorgen afsneed en alleen maar dacht aan de dingen van God en zijn heil en al zijn hoop op God stelde, wat zou hij een diepe vrede bezitten? Thomas schreef zijn boek allereerst voor kloosterlingen. Voor mannen en vrouwen die een cel hadden in een klooster. Een plek om alleen te zijn, een plek om te zwijgen. Maar het gaat ook Thomas niet allereerst om zo'n fysieke cel. Een plaats waar je kunt terugtrekken. Want we hebben allemaal zo'n
cel. Het binnenin ons. Onze binnenkamer, ons innerlijke heiligdom. Luister met dat in het achterhoofd naar het citaat waarmee ik nu afsluit. In je cel zul je vinden wat je daarbuiten voortdurend zult verliezen. Wanneer je steeds in je cel blijft, dan wordt die cel een oord van vreugde. Verwaarloos je haar, dan gaat ze je tegenzin wekken. Als je in het begin van je kloosterleven je cel trouw bewoont en houdt, wordt zij later een lieve vriendin voor je en een heerlijke troost.